Hoi guys, welkom terug bij een nieuwe video en welkom terug bij mij. Ik was gewoon opeens heel geïnspireerd, geraakt om een video op te gaan nemen en een soort van recap te gaan doen van mijn jaar. Ik zag dat heel veel mensen dit ook deden op TikTok, maar ik dacht ik ga toch mijn eigen twist eraan geven en dit doen op YouTube, omdat ik uiteindelijk YouTube iets serieuzer neem dan TikTok. As I was saying, we gaan dus een recap doen van dit jaar, wat er voor mij allemaal, wat in mijn jaar allemaal gebeurd is. En hier ga ik jullie lekker meenemen, gaan we lekker kletsen. In ieder geval, vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren en op het belletje te klikken, want dan ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. En laten we van start gaan. Ik ga even wat drinken pakken. Jullie hebben nu ook de tijd om je drinken te pakken en dan gaan we zo beginnen verder met de video. Oké, guys, ik heb mijn drinken gepakt. De camera staat op zijn plek. We gaan lekker recappen. Wat ik sowieso heb gemerkt dit jaar is dat ik heel erg heb gewerkt aan mezelf, aan mijn persoonlijke groei. Wie ik nu ben geworden, wie ik nu ben. Ja, dat eigenlijk. Want er is nog meer gebeurd. Ja, ik zit even na te denken. Gelijk even alles te gaan. Ik heb alles opgeschreven in mijn opgeschreven. Oh my freaking god. Ik heb alles opgeschreven in mijn notities, maar ik film nog steeds via mijn telefoon, you know. So. Maar van wat ik me kan herinneren, ben ik begonnen dit jaar eindelijk weer met school, wat ik heel graag wou. Ik doe nu de opleiding fashion designer, zoals velen van jullie al weten. En ik heb het heel erg naar mijn zin en ik doe eindelijk iets wat ik leuk vind. En ik heb het heel erg gewoon naar mijn zin en ik vind het leuk. Dit jaar heb ik ook een nieuwe baan gekregen bij de H&M, bij de H&M. En ik vind het super leuk, ik heb het ook heel erg naar mijn zin daar en dat is iets wat ik wel heel graag wou, een nieuwe baan. En I did it, so I'm very proud of myself. En daar ben ik al hartstikke blij mee. En ik weet niet wanneer ik deze video ga uploaden, maar er komt iets wat te maken heeft met de H&M online. Dus ik wil niet te veel tea spillen, omdat ik niet weet wanneer deze video online komt. But stay tuned. Wat else? Nieuwe baan, nieuwe school. Oh, ik weet het al. This bee catched corona this year. Ik heb corona gecatcht. En ik heb er eigenlijk niet heel veel last van gehad. Dus ik mag niet heel erg klagen. Maar gewoon, het was een beetje zuur om 2 weken in quarantaine te zitten als je nergens last van had. Dat was gewoon, ik heb liever dan dat ik in quarantaine zit en zeg maar dat ik dan nog een beetje ziek ben. Ik kon alleen 2 dagen niks proeven en ruiken. En dat was het eigenlijk. Dus it was very boring. Wat nog meer? Oeh, ik heb heel veel tasjes gekocht dit afgelopen jaar. Echt like a lot of bags. Ik denk dat ik in het nieuwe jaar ook video wil maken over mijn tassencollectie. Want trust me, poo, I'm known for my bags. Dus iedereen die ooit van mij gehoord heeft of mij ooit heeft gezien, die weet dat ik heel veel tasjes heb. Dus daar wil ik ook nog een video over gaan maken. Dit jaar ben ik sowieso echt heel blij met het feit dat ik, kijk, ik heb niet heel veel gepost op YouTube, I ain't even gonna lie. Maar ik heb wel meer gepost dan het jaar daarvoor en het gaat gewoon om het feit dat je jezelf elk jaar weer verbetert. Dus dit jaar heb ik denk ik 12, 13 video's gepost. Volgend jaar gaan we verdubbelen. Like, of meer dan verdubbelen. Ik hoop gewoon, zeg maar, elk jaar is gewoon, like, ik ga niet gelijk in één keer verwachten dat ik hele grote stappen ga maken. Maar gewoon kleine stapjes. That's already fine with me. Wat nog meer? Zo vind ik het eigenlijk gewoon, ik heb dit jaar echt niet slecht ervaren, to be honest. Het was gewoon een stabiel jaar. En volgend jaar kan alleen maar beter worden. Dus dat. En ik wil gewoon YouTube meer serieus nemen. Giving y'all the content that's needed. En ik wil jullie sowieso eigenlijk echt bedanken. Het afgelopen jaar. Because y'all supported me so good. En ik ben gewoon heel erg blij met die support die ik heb gekregen. De mensen die het gedeeld hebben. I love y'all. Y'all my ride or dies. I really love y'all. Voor de mensen die mijn video's liken of een comment achterlaten. That's what I love. That's, y'all made me almost cry. Even though I'm a gangsta. Like, nee, ik zweer,
gewoon de S. Ik vind het echt zo leuk als ik meldingen krijg van YouTube van dingen is geabonneerd, of je hebt iets geliked, of je hebt een comment achtergelaten. That's why I'm doing it for, like, to give y'all the content that's needed. Daarom even stop met drinken. En voor de rest motiveert het mij alleen maar meer om, om jullie nog meer content te gaan geven. Dus dat eigenlijk. Maar ja, even denken hoor. Wat er nog meer gebeurd is dit jaar, is natuurlijk dat ik een neuspiercing heb laten zetten. Die er ook alweer uit is. Ik denk dat in 2 video's of 3 video's geleden die ik gepost heb, dat je nog ziet dat ik een neuspiercing heb. Die is er toen uitgegaan omdat ik een nieuwe erin wou zetten en ik hem er toen niet in kreeg. Anders had ik hem denk ik nog steeds gehad. Dat was trouwens al de tweede keer dat ik een neuspiercing heb laten zetten. Dus ik ga het ook niet meer doen. It's a sign from the universe dat ik het niet moet doen. Maar ik vond het wel heel leuk staan voor de tijd dat ik hem heb gehad. Ik heb mezelf in een bioscoopfilm gezien dit jaar. In de film Meskina. Ik had niet een rol of zo. Ik zat gewoon in de achtergrond. Maar het was een hele lange scène in de achtergrond. Waarin ik mezelf herkende. En mensen herkenden me ook. Dus ik vond het heel leuk. En ik wil ook weer iets meer gaan doen met acteren. Of überhaupt gewoon met dingetjes op tv. Dat wil ik meer gaan oppakken weer. Ik heb eigenlijk dit jaar heel veel gereisd door Nederland. Echt heel veel. Ik denk echt gewoon dat ik bijna elke stad ben afgegaan. Wat nog meer? Ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt. En ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen. Waar ik heel blij mee ben. Wat trouwens voor mij ook dit jaar echt... What I've been proud. Gewoon, ik ben echt trots op mezelf ervoor. Is, ik ben naar de kapper gegaan. Zoals jullie zien heb ik wat langer haar dan in de vorige video's. Ik durfde heel lang niet naar de kapper. Gewoon puur because, you know, I'm gay. En in mannenkappers zijn er vaak gewoon... Ik weet niet. Ik heb gewoon een hele toxic vibe van men in general. So I was already... Ik was gewoon altijd scared om daarheen te gaan. But I finally did it. Ik heb sowieso, denk ik, een soort van anxiety of zo opgebouwd. Waarom weet ik ook niet en waarvan ook niet. Maar I did it. And I like the cut. I like the cut. En wat nog meer? Ik weet niet, ik vond het sowieso een heel inspirerend jaar. Zoals ik al heb gezegd. Volgens mij heb ik het al gezegd. I don't even know anymore. En op dit moment, ja. Wat nog meer? Wat neuspiercing. Ja, voor de rest. Heb ik gewoon heel veel feestjes gehad. Een heel gezellig jaar. Niet altijd. Ik heb namelijk ook een paar mental breakdowns hier en daar gehad. Waarin ik het niet meer zag zitten om iets te doen. Ik had geen zin meer in school. Of ik had geen zin meer in werk. Of ik had geen zin meer om iets te doen voor YouTube. Omdat ik het gevoel had dat ik het voor niks deed. Terwijl het eigenlijk goed heeft uitgepakt. En I'm so happy dat ik niet gestopt ben. En dat ik gewoon door heb gezet om mezelf te pushen voor die uploads. En volgend jaar gaan het er nog veel meer worden. Ik heb alweer lang genoeg gesproken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Doe een blauw duimpje omhoog. Klik op het belletje en vergeet niet te abonneren. Because I would appreciate it. En ik ga zorgen dat ik veel meer upload. Dus stay tuned. Blijf me vooral checken. En ik zie jullie graag weer terug bij de volgende video. Ik weet niet wanneer die is. But stay tuned. En ja. Fijne jaarwisseling. Oh, dat wil ik eigenlijk ook nog vertellen. Fijne jaarwisseling alvast voor de mensen. Tenzij ik deze video eerder upload. Dan weet ik niet of ik fijne jaarwisseling moet zeggen. In ieder geval... Fijne jaarwisseling. Geniet ervan. Ga je doelen achterna. En zorg dat dit jouw jaar wordt. Zorg dat 2022 een positief jaar wordt. En ik zie jullie bij de volgende video. Bye.